Ja, ik moet mijn schoonzoon ook even beterschap wensen. Want ook die is ziek, die heeft een beginnende longontsteking en die mag niet werken. Maar ja, we gaan even lekker lopen met die twee. Belhamels. Ik heb er net eventjes een paar plukken bij Elwing weg kunnen halen. Zo lieve vrienden, een hele hele goede middag en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. En ik merk nou pas dat ik geen lippenstift op heb. Nou, lekker belangrijk voor vandaag, maar niet heus. Het is vandaag alweer vrijdag, de 17e van de 5e 2024 en we leven alweer reeds om 9 minuten over 3. Ik had Karen ook net even aan de telefoon, dus ja, dan loopt het allemaal weer een beetje anders dan ik gepland had. Ik ga weer even naar buiten een frisse neus halen, want ik ben zo beroerd als een hond. Mogen jullie best weten. Ik heb druk op mijn hoofd. Het is niet echt pijn, maar een druk. Dat er iemand zo erop drukt, weet je wel. En misselijk en lamlendig. Nou ja, ik denk dat het eerder door het weer allemaal komt. Ik weet het allemaal niet, zonne-energie, ik weet het allemaal niet, ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van, maar je hoort al die termen, zonnestormen. En ik denk, oké, dan, het zal allemaal wel. En daardoor kan je dus een beetje verslag raken en niet in orde zijn, wat ziekjes zijn. Het is niet echt ziek, maar je voelt je wel lamlendig en beroerd. En... ja, ik moet mijn schoonzoon ook even beterschap wensen, want ook die is ziek, die heeft een beginnende longontsteking en die mag niet werken. Ja, ken je dat? Maar ja, in ieder geval, van harte beterschap, lieve schat, Roderick. En snel weer beter worden, mag ik hopen. En komt allemaal wel weer goed. Ja, als je eigen maar goed verzorgt, dat moet je doen. Ja. En ik denk dat daar ook wel voor wordt gezorgd dat je dat gaat doen. Maar in ieder geval, er zijn meerdere mensen die ziek zijn. En dat komt ook mede inderdaad door het weer. Ik mag wat dat er gaat nog afkloppen dat ik nog niet mijn astmatische bronchitis met Cara heb. Terwijl dat mijn COPD opduikt. Want daar heb ik totaal geen last van. Ja, van de week. Maar en toen moest ik hoesten. Maar dat kwam dus omdat er een korreltje rijst erin schoot. Wat op dat moment niet had gemoeten. En daar stikte ik zo wat in. In een klein korreltje rijst. Ja, ken je dat? Deze wat. En mijn meisjes die zijn lief. Ja, daar ligt er een te wachten van vrouwtje schiet op. En daar ligt er ook eentje trouw te wachten. Hé, meisjes, gaan we zo lopen? Moet je oortjes ook van Elwing zien, hè? Gaan we zo lopen? Rijka. Rijka. Gaan we zo lopen, meisje? Ja, hè? Gaan we zo lopie doen, hè? Ja. Dus ja, dat gaan we doen, lieve vrienden. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een hele fijne dag. En degene die allemaal ziek zijn, nou, van harte beterschap. En ja, vooral die mensen die in het ziekenhuis liggen. Ja, ook hun allemaal in sterkte. En snel weer opknappen, snel weer thuis naar huis toe. Dat is het beste wat er is. Thuis, ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Ja, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken om te gaan lopen. Ja, met de meisjes, want het is alweer 19 uur, oftewel 7 uur. Dus ja, mogen ze er wel weer eventjes eruit, hè? Ja, vind ik ook. Ik heb nog steeds giga hoofdpijn. Ik had eerst een druk erop, maar nu is het nog erger geworden. Ik zit tegen migraine aan, dus ja. Maar we gaan wel door. Ja, we gaan door. Wat zie ik nou? Ik dacht dat het even regende, maar nee. Het regent niet. Het is wel grijs, grauw en drukkend op je hoofd. Ik zal even kijken, Google zegt 16, de televisie, de computer zegt 16.
Wat zegt de telefoon? Ook nu nog 16, maar even verversen, kijken wat hij dan zegt. Want ik vind het koud. Ik heb het koud. Ook. Hij zegt nog steeds 16, maar er staat onder, voelt als 15. Dus ja, hoe dan? Maar hij blijft maar weer cirkelen. Doe even normaal. Nee, de boel hoeft niet kapot. Ja, het is 16 en het voelt als 16. Oké, en het waait. Ja, ik kan nou niet zien, want de vlinderstruik is gesnoeid, dus dat zie ik nou niet. Nee. Ja, maar dan. Pech. Ja. Maar ja, we gaan even lekker lopen met die twee belhamels. Ik heb er net eventjes een paar plukken bij Elwing weg kunnen halen. En dus die staken eruit bij haar halflijn. Staken er een paar plukken ertussen. Nou, nee, die kun je er zo erg trekken. Dat doet niet zeer, want je moet een huskyvacht plukken, hè. Dus, nou, dat kon ik zo weghalen. Hé, meisje? Hoe moet jij gapen? Moeten we dan wel gaan lopen? Want dan moet jij gaan slapen. En jij ziet er ook niet uit. Nee, ik moet jou knippen. Maar ja, in ieder geval, de een moet knippen en de ander die moet geslapen. Ja, en we moeten lopen. Dus dat gaan we maar eerst doen. Ook ik moet eten en als ik rijker ga knippen, moet ik mijn hoofd bijhouden en dan moet ik helder wezen en niet zo'n pijn hebben als nou. Nee. Maar ja, komt er allemaal goed. Elwing die is nou bij me komen leggen. Met andere woorden, het is genoeg. Houd je wafel. Doe die camera dicht, want ik wil eruit. Nou, gaan we doen bij deze. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, we gaan weer lekker naar boven toe. Lekker slapen. Ik ben al met meisjes uit geweest, dus dat hoeft niet meer. En het is ook al 2:30 geweest. 2:36. Dus ja, hoogste tijd om naar boven toe te gaan. Dus ik wens jullie allemaal namens Corine en de Beestenboel een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei.